So also switching roles. Okay. I think. Yeah. Putting on another hat or something like that. Maar wij moeten eigenlijk wel mee zijn, want wij moeten eigenlijk soms chockerende dingen aan het licht brengen, dat eigenlijk de mensen choqueert of conflicten kan doen, maar dan moeten de mensen zelf oordelen wat ze ermee gaan doen. Als ze daarmee een probleem oplossen, dan zullen ze daarmee gewoon een eigen probleem maken. Dat is hun werk, proberen gewoon een visie over te brengen. Dan heb ik het wel een beetje gevonden. Waarom eigenlijk het oordeel? Dat is toch niet onze schuld, dat is nu ze erachter komen en ze zeggen van... Oh, dat is heel slecht en dat is weet, slecht voor milieu. Dan gaan ze ook niet zeggen van die animator, dat is een slechterik, want die heeft dat overkondigd in zijn beelden. Wij doen onze job en die zeggen van, wil je dat voor mij doen? Dus je hebt er geen van die leven, wil je er geen wat worden? Nee, ik vind dat ook nu om het WK terug te halen. Dus de ontwerper, animator en een consument, dat je vaak zelf ook als referentie gaat gebruiken als gebruiker. Je plaatst jezelf in, hoe dat werkt vinden, vind ik het mooi, vind ik het boeiend. En daarom ben ik eigenlijk ook wel een consument voor jezelf en mijn ontwerp. Ja. Goed zo. Nu heb je de kans om zelf problemen duidelijk te maken, concreet te maken, die de business van misschien weer weg hebt. Ja, we moeten blij met je business zijn, maar het mag niet overdrijven. Het mag niet je visie van bijvoorbeeld een film veranderen omdat je meer geld wilt verdienen. Maar je moet het wel gebruiken om je visie, die eigenlijk belangrijker is voor een aanhaas over je film, over te brengen naar het publiek. Ja. Thank you.